Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. We beginnen met de satellietfoto zoals altijd en daarop zien we dat er wolkenvelden over de Noordzee en het noorden van Nederland trekken. In het zuidoosten beginnen we met vrij weinig bewolking, daar schijnt de zon aardig. Maar in het westen, midden en noorden zijn er meer wolken en daar vallen vanochtend al de eerste buien. Vanmiddag neemt de buigheid toe, lokaal kan er dan onweer en hagel bij zitten. Er zijn gelukkig ook momenten met zonneschijn en dan wordt het zo'n 9 à 10, plaatselijk 11 graden. Voor iedereen die vandaag met de fiets gaat, waait een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk af en ook de wind wordt iets minder sterk. Temperaturen zijn halverwege de avond een graad of 8. Morgen opnieuw een wisselvallige dag. Het aantal buien is morgen denk ik wel iets minder dan vandaag, maar droog houden we het niet. Temperatuur, wind iets. Wind is zit wat minder sterk, dus al met al net iets aangenamer dan vandaag. 10 tot 12 graden. Zaterdag is eerst een lange tijd droog, maar later op de dag, waarschijnlijk in de namiddag en avond, neemt de kans op regen weer toe. Temperaturen 12 à 13 graden. Ook zondag af en toe regen en 13 graden en maandag wordt het zachter, 15 à 16 graden, misschien lokaal 18. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.